En vandaag gaan we het hebben over de grasmaaier en welke grasmaaier je dan best voor jouw persoonlijk gebruik kan kopen. En daarover wil ik het heel graag hebben met Wim. Dag Wim. Goedemorgen. Heel fleurig vandaag. Dank u. Zoals het weer, de lente in huis halen. Ja, daarover kunnen we debatteren. Ja, of het al helemaal lente is, maar ja, officieel wel, denk ik. Hè? Ja, het is al zomer zeker. Ja, oh ja. Ja, ik weet het. Eigenlijk weten we het zelfs niet meer hier in België. Maar als de zon dan toch gaat schijnen, want die zal schijnen, Wim, dan hebben we die grasmaaier nodig. Ja. We halen die boven. Daar hebben we het straks over, wanneer we dan best voor de eerste keer maaien. Maar eerst en vooral, welke grasmaaier koop ik dan best voor mijn tuin? Hè? Want je kan een stadstuintje hebben, met of zonder obstakels in de tuin. Je kan een gigantisch park hebben, waar bloemetjes in groeien of niet. Help ons. Voor die kleine tuintjes, zonder te veel obstakels, is een elektrische maaier meer dan prima. Dat is geen enkel probleem. Heb je een iets grotere tuin met wat meer obstakels, dan kan je opteren voor een batterijmaaier. Die zijn beter en beter geworden, met meer autonomie. Heb je een grotere tuin, kies eventueel een benzinemaaier. Maar we zien ook dat de robotmaaiers veel aan populariteit winnen. Dus. Ah ja, de robotjes die zelf heel rustig rond. Als je zegt, van ik heb geen zin om constant te maaien, is zo'n robot wel een Je zet dat gewoon een paar uur in je tuin. Maar waar gaat dat gras dan naartoe? Dat wordt eigenlijk gehakseld en dat blijft gewoon op het gazon liggen. Dat is handig. Ja, dat is een soort van meststof en dat biedt ook een bescherming tegen droogte. Je hoeft niet naar het containerpark te gaan. Je hebt geen zakken met nat gras die na een tijdje beginnen stinken. Dus dat is enkel maar gemak. Ja, dus de grootte van je tuin is natuurlijk wel een van de Dat is de belangrijkste factor. Toch de belangrijkste factor? Ja. Ja, de grootte van je tuin. En dan, waar moeten we dan nog op letten? Kijk, vooral als je een grote tuin hebt, als je een model wil kopen, een benzinemaaier, kies voor een zelftrekkend model, dat die niet constant moet duwen. Dan krijg je eigenlijk een klein beetje assistentie. Als je een kleine tuin hebt, pak geen toestel die te breed is, want anders kan je niet tussen al de nieuwe hankjes gaan. Kies je voor een batterijmaaier, kies de juiste autonomie. Kies eventueel een model waar je twee batterijen kan inplaatsen, waardoor dat je... Dus eentje die je oplaadt dan? Ja, die kan die batterij eruit halen, kan die opladen. Tegenwoordig kun je die batterijen ook gebruiken voor tal van andere toestellen. Dus dat is echt van die batterijplatformen. En als je kiest voor een robotmaaier, tegenwoordig heb je nu ook al modellen zonder draad. Dus één keer installeren, programmeren. Is dat heel duur? Die robotmaaiers? Nee. Die waren duur, maar nu heb je al een beste koop voor €500. Dus dat is zeer schappelijk. Ja, absoluut. En er bestaat nog steeds... Ik heb er een van mijn oma geërfd op elektriciteit met een verlengd draad. Ja. Ik ben altijd heel in paniek dat ik over die draad ga rijden. Maar dat bestaat ook nog steeds. Ja, die worden ook nog ruim verkocht. Dat zijn voor de kleine tuintjes, dat zijn goede toestellen. Ja. Dat zijn de goedkoopste. Daar heb je de beste koop voor €150, maar die zijn echt die zijn zeer degelijk. Wanneer moet je dan best voor de eerste keer maaien? Hou jij je aan maai mij niet, trouwens? Dat is te zien. Ik probeer daar een beetje aan te denken, maar dat is niet voor de altijd. Beestjes, hè? Dat is voor de... Dat is voor de beestjes en voor de bijen en voor de bestuiving. Ja. En op zich is dat wel goed, maar ik kan ook niet te lang wachten. En als het echt in de volle groei zit in je tuin en je hebt dan gras die te hoog staat, dat is... Het is een moeilijke. Maar best begin je... In de loop van de maand maart begin je te maaien. Als je ziet dat het gras begint te groeien, mag je beginnen maaien. Ja, want als het te lang wordt, die ervaring heb ik ook. Dan wordt het te moeilijk. Dan wordt het heel moeilijk om het nog met je grasmaaier te doen. Maar dit jaar was het natuurlijk moeilijk. Het gras was lang, maar het was heel nat. Het was heel nat. Ja, en dan moet je kiezen, want als je dan begint te maaien, dan kan het zijn dat je echt sporen trekt dat je gazon kapot is. Klopt. Maar begin maart. Als... En dan zo tot oktober... September, oktober. Dan kan je echt perfect de laatste keer zo op een 50 centimeter maaien. Dan is die winterproof en dan ben je gerust tot het voorjaar. Ja. Hoe vaak moet je eigenlijk maaien? Zeg je ook, kijk gewoon... Maar normaal gezien, als je in de volle groei, één keer per week is voldoende. Als je natuurlijk een machine hebt met mulching, dan moet je meerdere keren maaien. Mulching, dat is het principe dat gebruikt wordt bij de robotmaaiers. Ah. Dus dat eigenlijk, het dus verpulverd wordt en het blijft. En het blijft. Je ziet het niet. Het blijft op het gras. Zoals gezegd, dat is een soort meststof. En het beschermt ook je gazon tegen droogte in de zomer. De laatste zomers waren soms echt heel droog. Dus als je op die manier maait, zeg je, doe het eerder een beetje vaker.
Dat moet je het vaker doen, omdat iedere keer korter, dus dat moet je toch 2 keer per week. Maar, wat is de ideale lengte? Vroeger zeiden ze 4 centimeter, maar nu zijn ze 5 centimeter. Door die droogte, dan heb je meer speling, dan kan je het gazon een beetje beter beschermen. Ja. Ja, niet zoals de Engelse gazons, die echt 2-3 centimeter, zoals de Wimbledon. Dat is moeilijk. Ja, afhankelijk van hoe groot je tuin is, kan je natuurlijk wel een balletje slaan. Ja. Nu, die grasbak of het mulchen, wat is jouw persoonlijke voorkeur? Mulchen. Mulchen, ja. Want het heeft voordelen ook, zeg je, naar je gazon zelf toe. Hè? Ja, het is beter voor, dus je, voor moet je gazon. Niet legen. En je moet ook niet naar het containerpark lopen, want iedereen kent dat wel. Ja. Goed reflex. Goede reflex, inderdaad. Ja. Ik weet niet wat dat gekomen is. Nee. Nu, persoonlijk ga ik niet naar het containerpark. Ik zet dat allemaal in mijn groenbak en ik zet dat aan mijn deur. Dat mag toch ook, hè? Ja, we hebben bepaalde streken. Ja, bij mijn schoonouders hebben ze effectief die groene afval. Maar bij ons in de Oostende bestaat dat niet. Je hebt wel groenophaling, maar dan moet je eigenlijk naar het containerpark. Ah, dat vind ik ook wel een drempel dan. En het gebeurt toch soms dat je vergeet of dat het eventjes niet lukt. En dan begint dat... Ja, vochtig en nat, en dat is niet zo ideaal. En met die mulching, je hebt niks te doen, het blijft daar. En... Dat is een goede tip. Je sprak over €150 voor een elektrisch model. Ja. Wat zijn dan de prijzen zo voor... Een batterij heb je ook al. De beste koop van een batterij voor €160, dus dat valt ook goed mee. Bij de benzinemaaiers zijn iets duurder, dat is €400, maar dat zijn echt wel ook... Dat voor zwaardere werk. En dat is de rum. Dat is de rum. Ja, dat zijn echt voor de grote tuinen en voor de liefhebbers. En voor de stoere mannen. Bah, of vrouwen. Of vrouwen. Why not? Nu, Wim, je kiest voor op welke energie je grasmaaier werkt. En los daarvan kies je voor een grasbak eraan die je moet legen of het mulchen. Zijn die met elkaar combineren? Niet altijd, maar je hebt wel toestellen waar je een grasbak hebt en dat je ook een mulching functie hebt. Ah. Dus dan kan je in het begin van het seizoen, als het gras te hoog staat, even met de grasbak wegdoen. Ja, en dan voor de loop van het seizoen kan je gewoon mulchen. Alright. En dat kan je terugvinden evengoed werkend op een batterij of... Dat heb je overal. Dat heb je met alles. Oké. Okay. We leren weer al bij. Wim, hoe onderhoud je een grasmaaier? Ik zet die gewoon in mijn kot. En ik laat daar zo'n beetje gras aan en onder en op. Moet ik dan iets met die messen doen? Of moet ik... Die messen moet je best 1 keer per jaar... Nakijken, een beetje laten bijslijpen of zelf bijslijpen. Niet iedereen doet dat, maar ik laat dat best door... Ah ja, toch echt? Ja, ja. Ah ja, oei. En de elektrische en de batterijmaaiers, die moet je gewoon afborstelen, dat is voldoende. Ja. En bij de benzinemaaiers natuurlijk, daar heb je iets meer onderhoud. Dan moet je soms een keer de bougie vervangen of de luchtfilter vervangen. En daar moet je ook oppassen. Je hebt verschillende soorten benzine dat je kan gebruiken. Als je de klassieke, de E10 benzine gebruikt... Dan mag die niet blijven staan in de winter. Dan moet je echt maken dat die benzine maar volledig leeg is. Maar tegenwoordig, al een tijdje, heb je alkylaatbenzine. Dat zijn die bidonkers die je in tuincentra vindt. Mm-hmm. Als je dat gebruikt om te maaien, dan mag het daarin blijven. Dat kan geen kwaad. Maar uiteraard zet je de grasmaaier ergens droog, veilig, weg. Zeker als het met elektriciteit en zo te maken heeft. Ja. En je moet ook oppassen dat je tuin, dat er niks op de grond ligt, in het gras ligt, dat je misschien niet helemaal hebt gezien. Dat kan toch een grasmaaier... Om zeep helpen, hè? Ja, maar kijken dat er geen harde dingen zijn voor de messen. Ja. Nee, soms kan bepaalde dingen rondschieten. Dat is inderdaad... Als je kindjes hebt, best eerst de tuin inspecteren vooruit daar begint. Met jonge kinderen moet je... Dat is mijn persoonlijke tip. Ja. Inspecteer de tuin vooraleer je eraan begint. Heb jij nog een tip? Begin eraan, geniet van je tuin. Het wordt mooi weer. Ze kunnen op de website kijken, hè? Op de website, als dat alles uitgeschreven, we hebben 2 aparte selectoren. 1 voor de traditionele maaiers en 1 voor de robotmaaiers. Is er eigenlijk iets dat je niet terugvindt op de testaankoopwebsite? Denk het niet. Ik denk het niet. Ik, het is echt compleet. Het is heel compleet. Wim, mag ik u bedanken? En ik hoop dat je snel terugkomt en een even fleurig hemdje aandoet. Dank u, vriendelijk. Tot de volgende. Dag.